Wij hebben het verhaal bedacht dat onze school hier is de Happy Factory. Daar wordt geluk geproduceerd. Zo zijn er verschillende Happy Factories over de hele wereld. En er is helaas een heks die zelf niet meer gelukkig is. Daar hebben we ook helemaal een verhaal rondomheen bedacht. Dat zij een heel gelukkig meisje was. Dat mensen allemaal bij haar kwamen die zelf een beetje in de put zaten. En zij hielpen allemaal weer door. Waardoor zij uiteindelijk zelf steeds minder geluk had. Omdat alles een beetje werd afgenomen. Ze gaf alleen maar ze nam niks, of ze kreeg niks terug. En zij is al bij verschillende van die fabrieken over de wereld geweest. En daardoor moeten wij als deze fabriek dus heel veel geluk gaan produceren om ervoor te zorgen dat er nog geluk op de aarde is. Nou, en kinderen zijn het andere deel wat geluk maken. En daarom combineren we dus de twee, dat de kinderen hier op de fabriek moeten komen helpen. In de hoop dat we zoveel geluk kunnen maken dat de heks er niet omheen kan. En uiteindelijk dus weer terugkeert naar het meisje wat ze eerst was. Dit is deel van de Arts & Culture Minor hier op deze opleiding. En een deel daarvan is het Scala-project. En dat is opgezet vanuit Scala hier in Meppel. En het doel is eigenlijk om kinderen zeg maar, meer met kunst te laten doen. Dus we hebben verschillende workshops met drama, dans, muziek en beeldende kunst. Wat houdt deze minor in? De Arts & Culture Minor gaat over alle verschillende kunstvakken. Hoe we dat kunnen gewoon als vak kunnen lesgeven, maar ook hoe we het kunnen integreren in andere lessen. Daarnaast leren we ook hoe we zelf onze muziekskills kunnen verbeteren of drama of iets. Wat is het doel verder van dit evenement? Om kinderen kennis te laten maken met verschillende kunstvakken. En voor ons ook om het in praktijk te brengen, want we hebben nu wel heel veel geleerd in deze minor. Maar ik heb nog niet de kans gehad om het echt voor de klas te oefenen, dus dan is dit daar ook een goed voorbeeld voor. En het is ook een stukje cultuur. Ik bedoel, er zijn ook leerlingen vanuit mijn klas die geen Nederlands spreken. Dus er is een taalbarrière af en toe. En daar hebben we allerlei verschillende manieren op verzonnen om, ondanks dat we niet dezelfde taal spreken, dat we wel met z'n allen iets moois kunnen maken.